Welkom bij alweer de eerste aflevering van dit nieuwe jaar. Mijn naam is Christian. En ik ben Brit. Het Hoeks Lyceum is een brede scholengemeenschap in Nabijeland, van het MAVO tot en met het gymnasium. In iedere aflevering laten wij speciale gebeurtenissen zien in en rondom onze school. In deze aflevering aandacht voor twee belangrijke zaken. Het open huis en de gloednieuwe musical Addams Family. Kijk mee naar de promo van de musical The Addams Family. Hallo allemaal, wij zijn Sarah, Merel, Rins en wij spelen allemaal een rol in de musical The Addams Family. Al maandenlang zijn wij bezig met de voorbereidingen van de musical. Samen met de grote groep van acteurs, crew, orkestleden en decorbouwers. Op maandag 17 en dinsdag 18 februari worden deze voorstelling gespeeld in de aula van het Hoeks Lyceum in Nabijeland. Op 3 februari start de kaartverkoop. De kaartjes kosten €5 per stuk en zijn ook te koop aan de deur. We hopen jullie te zien op een van deze avonden. Dus neem iedereen mee die je kent. Want deze gezellige familievoorstelling wil je niet missen. We zijn alweer wat verder in een nieuw jaar, met een mooi nieuw rond getal. Hoe noemen jullie dit jaar eigenlijk? Kijk mee. Zeggen jullie 2020 of 2020? 2020. En jij? 2020. 2020. Ik zeg gewoon 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. En jij? Ook 2020. 2020. Ik zeg 2020. Ik zeg 2020. En jij? Ook 2020. 2020. Ik zeg 2020. Zeg je 2020 of 2020? 2020. Ik zeg 2020. Ik vind het heel erg om te beseffen nu deze vraag stel dat ik 2020 zeg, ja. En hoezo? Ja, ik vind het een beetje turbotaal, gewoon een beetje juppenachtig 2020, maar ik zeg het zelf ook. En waarom? Ja, ik denk dat dat wel het makkelijkste is gewoon om te zeggen. En hoezo? Vind ik beter klinken eigenlijk. En ja, ik zei ook 2009, zei ik ook altijd. En waarom zegt ze 2020 en geen 2020? Ik vind 2020 echt heel erg leuk klinken. En waarom? Zo is het me thuis aangeleerd. En jij? Klinkt lekkerder in de mond bij mij. Maar het is toch wel 1980? Hoezo? Dat ik bij mij thuis zeg gewoon allemaal 2020. En hoezo? Dat klinkt beter. Omdat het leuker klinkt. En waarom? Dat klinkt gewoon logischer. Dat klinkt leuker. En waarom? Dat vind ik beter klinken. Het jaarlijkse open huis is altijd een bijzondere avond. Wat is het open huis precies en wat kunnen we dit jaar verwachten? Wanneer is het open huis? Het open huis is op 7 februari van 7 uur tot 9 uur 's avonds. En wat kunnen we allemaal verwachten op het open huis? De school is open, alle docenten zijn er, alle lokalen zijn open. Dus de leerlingen en de ouders en de belangstellenden kunnen een leuke school verwachten met veel enthousiaste docenten. En er lopen leerlingen rond, die kunnen de vragen beantwoorden hoe het leven is als scholier op onze school. Oké, dank u wel. In de afgelopen afleveringen hebben we aandacht geschonken aan de spelers en de decorbouwers van de nieuwe musical. In deze aflevering is het orkest aan de beurt. Nou, wie bent u en wat doet u hier op school? Ik ben meneer Verstralen en ik ben muziekdocent hier op het Hoeks Lyceum. U doet mee aan de musical. Gaan de repetities goed? Ja, de repetities gaan erg goed. Ik doe inderdaad mee. Ik ben de drummer. En elke donderdag na het 8e, als de school hier leegstroomt, dan komen een groep docenten hier bij elkaar in een muzieklokaal en dan gaan we oefenen voor de musical. En ze gaan goed, maar het zijn veel liedjes en er zitten een paar echt wel moeilijke nummers bij. Dus ik hoop dat we het afkrijgen. Welke liedjes kunnen we verwachten? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik heb de Addams Family nog nooit gezien. Dus ik ken de liedjes nu een beetje. Een bekende is de titelsong, maar die kennen jullie van mij wel. Die is wel bekend, die kunnen we verwachten.
Een andere is... even kijken. Herken je die? Nee. Oké, die is mij ook van de Addams Family. En we maken ook een aantal uitstapjes. Dus er zijn een aantal liedjes die eigenlijk niet bij de Addams Family horen, maar die wij wel gaan spelen. Maar volgens mij mag ik het niet verklappen. Maar ik kan wel een klein stukje laten horen. Misschien dat, dat iemand hem herkent. Even kijken, we gingen hier ook weer. Zeg je dat wel wat? Nee, ik heb echt geen idee. Oké, misschien iemand van de kijkers. Ja. Heeft u nog een boodschap voor de kijkers? Ik zou het leuk vinden als er zoveel mogelijk mensen komen kijken. Want er is echt super hard gewerkt door iedereen. Hier werd net de poster al opgehangen voor de musical. Dus de mensen van het beeld en van het decor, maar ook van het toneel en de muziek, die hebben er heel hard voor gewerkt. En het resultaat wordt volgens mij super mooi. Dus eigenlijk mijn boodschap is, kom allemaal aan de musical. Kom kijken en luisteren. En wanneer is de kaasverkoop? De kaartverkoop is vanaf 3 februari hier op school. Dus je moet wel snel bij zijn, anders zijn ze weg. The Addams Family. Meer informatie over bijvoorbeeld de Gamersreis, proeflessen van groep 8 en nog veel meer is terug te vinden op Instagram, Facebook en natuurlijk de website van onze school. Hebben jullie het dit jaar aan jullie goede voornemens gehouden? Wij hebben het aan de leerlingen van onze school gevraagd. En heeft u zich aan uw goede voornemens gehouden? Ja, het is vandaag inderdaad Blue Monday, de dag inderdaad, meest depressieve dag van het jaar. Dat iedereen erachter komt dat al die goede voornemens weer in de prullenbak liggen. Maar ik moet je bekennen, ik ben in training voor de marathon. Ik heb me aan mijn goede voornemens gehouden en ik ben goed bezig tot nu toe. En heb je je aan je goede voornemens gehouden? Ja. En wat zijn je goede voornemens? Nog betere cijfers halen op school en meer sporten. Ik heb geprobeerd minder te eten, dat is gelukt. Ik doe nooit aan goede voornemens, zeker niet op 1 januari. Ik vind dat je het hele jaar goede voornemens kan hebben, dus ja, eigenlijk probeer ik me er altijd aan te houden. En heb je al aan je goede voornemens gehouden? Nee, ik had geen goede voornemens. Nou, mijn goede voornemens waren vaak sporten. En tot nu toe is het wel goed gelukt, ja. Ja. En beter op school mijn best doen natuurlijk. En ja, gaat allemaal goed. Ah, ik had geen goede voornemens. En waarom niet? Nou, ik stond er niet echt bij stil of zo. Had je aan je goede voornemens gehouden? Nee, eigenlijk niet. En waarom niet? Omdat mijn goede voornemens waren eigenlijk minder chocola eten, maar ja, dat is niet gelukt. Weet ik niet, ik heb geen goede voornemens bedacht eigenlijk. Hebben jullie aan je goede voornemens gehouden? Ik heb geen goede voornemens bepaald dit jaar. Oké, okay, en jij? Ook niet, man. Oké, okay, en waarom niet? Ja, ik ben al goed bezig, dus ik kan niks aanvullen. Oké, okay, dankjewel. Ja. Mijn naam is Christian. En ik ben Britt. Bedankt voor het kijken. We hopen jullie allemaal te zien op... We hopen jullie allemaal op 7 februari te zien bij het Open Huis. LTV is te vinden op de tweede verdieping in ons studio. Doei! Doei.